Assalamu alaikum beste kids, ik ben Oosted Mohammed Yemeni en vandaag zijn we alweer aangekomen bij de derde aflevering in deze maand Ramadan. De maand waarin we extra aandacht geven aan de Koran. Omdat de maand Ramadan de maand van de Koran is. En ik heb beloofd om in deze week jullie wat meer te vertellen over Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq is net als Surat An-Nas... Al een surah die geopenbaard is om ons te beschermen. En deze surah begint ook alweer meteen met Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer. En net als in Soerat An-Nas hebben we al behandeld, zoeken wij onze bescherming bij Allah. En hier zegt Allah, verwijst hij zichzelf naar Rabbil Falak. De Heer van Al-Falak. En al falak duidt op de ochtend, wanneer de zon opkomt en de zon alle donkerte van de nacht verdrijft. Met zo'n licht zal Allah ook ons, middels zijn licht, kunnen verdrijven uit onze donkere momenten. Wanneer wij bijvoorbeeld eenzaam zijn, of ziek zijn, of bang zijn... Dan kan Allah ons altijd verlossen van deze negatieve gevoelens. Net zoals de zon de donkerte van de nacht wegdrijft. En deze Surah, dit hoofdstuk, in tegenstelling tot het vorige hoofdstuk, Surah en Naas, heeft het voornamelijk over de gevaren die ons van buitenaf. Kunnen raken. Surat An-Nas ging vooral over de gevaren van de binnenkant, hè, als wij ingefluisterd worden of rare, gemene of slechte gedachten krijgen. Gaat Surat al falaq juist over de gevaren die van buitenaf tot ons kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan uh, een dreiging dat wij bang zijn voor roofdieren of dat wij ziek worden door bacteriën of virussen. Of noem het maar op dat er bepaalde slechtheden ons kunnen bereiken. Min sharri ma In Ayah 2 vers 2 zegt Allah min sharri ma van het slechte wat hij geschapen heeft. Wat hij gemaakt heeft. Allah heeft het goede en het slechte gemaakt. En wij willen natuurlijk niet dat het slechte ons treft. En daarom zoeken wij onze toevlucht bij Rabbil Falak. De Heer van de ochtend, die al het slechte weg kan drijven, zoals de zon de nacht wegdrijft. En nu dat wij weten dat Allah ook het slechte heeft gemaakt, en dat we ook van dat slechte onze toevlucht en bescherming bij Allah zoeken, heeft Allah nog drie specifieke slechtheden benoemd. Waarom? Omdat die de gevaarlijkste van de slechtheden zijn. En hij begint bij het zeggen van Wa min sharri غَاسِقٍ ida وَقَبْ Dat we toevlucht zoeken bij het slechte van de nacht wanneer die aanbreekt. En we weten dat in de nacht heel veel slechtheden kunnen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de inbrekers die in het stiekem, in het geniep, in het donkerste van de nacht waar niemand hun kan zien, huizen proberen in te breken of in auto's proberen in te breken. Dat zij terwijl zij gehuld zijn door de donkerte van de nacht al hun slechtheden willen gaan uitvoeren. Maar niet alleen de inbrekers zijn slechtheden die in de nacht vrijkomen. Nee, denk bijvoorbeeld ook aan roofdieren die juist in de nacht te gaan roven. Wij zoeken ook onze toevlucht bij Allah dat wij door roofdieren misschien aangevallen worden en ook de shayateen de duivels die lopen vrij rond wanneer de nacht aanbreekt en als wij in de nacht rondlopen over straat dan bekruipt ons toch soms best wel zo'n angstgevoel dat we bang zijn dat er iets kan gebeuren omdat het zo donker is jullie kennen dat gevoel waarschijnlijk allemaal wel en ik voel het soms ook ik zit liever thuis hoor in de nacht vervolgens zegt allah en dat we ook onze toevlucht zoeken bij het slechte van zij die in knopen blazen. Wie doen dat nou in knopen blazen? Dat zijn de tovenaars. De tovenaars die ervoor zorgen dat er kwaad en slechtheid iemand overkomt. Dat iemand droevig wordt en ongelukkig. Diegene, die tovenaars, die tovenarij inzetten. om een ander mensenleven helemaal te verwoesten. En dat bestaat. Want Allah, die omschrijft dat hier. Dat wij onze toevlucht tegen deze praktijken. tegen deze manieren van de tovenaars, dat we die moeten ontlopen. Dat we daar weg van moeten blijven. En dat we ook, als er een tovenaar zou zijn die. Ons kwaad wil doen daarmee, onze toevlucht bij Allah daartegen zoeken. En zij maken dus allerlei knopen in haren, in papiertjes, in noem het maar op, in touwen, en blazen daar vervolgens in door hun toverspreukjes uit te spreken. En die toverkunsten dan ook inderdaad uit te laten voeren bij iemand die ze willen, die ze kwaad willen doen en daar zoeken wij onze toevlucht tegen bij Allah en hopen dat hij ons daartegen beschermt. En het derde wat Allah noemt van de ergste dingen die er zijn onder de slechtheden is wa min sharri hasid idza hasad. wanneer de jaloerse jaloers is. En wat is jaloezie? Jaloezie is dat je iets bij iemand ziet dat die heeft of kan, en dat je eigenlijk wilt dat dat niet meer bij hem is. Dat hij dat speelgoed bijvoorbeeld niet meer heeft, of dat hij niet meer zo goed is in iets waar jij graag goed in wilt zijn. Dat is jaloezie. Dat je iemand anders niet gunt wat hij heeft. En dat is iets slechts. Zo slecht zelfs dat Allah het waard vindt om dit ook specifiek te benoemen hier. Als een van de drie grote slechtheden. Dus wees niet jaloers. Wees ook niet dat je bij een ander kind iets ziet dat je dat van hem af wilt pakken. Of dat je daardoor gemeen gaat doen tegen hem of haar. Of dat je ruzie gaat maken. Of misschien nog erger gaat slaan. Dat is niet goed. Dat is iets wat gevoed is uit jaloezie. En jaloezie is daarom iets slechts. Misschien kunnen jullie het verhaal van de kinderen van Adam nog herinneren: dat de ene broer jaloers was op de andere broer en uiteindelijk ook iets heel slechts tegen hem had gedaan. Uit jaloezie komen alleen maar slechte dingen. En we zoeken onze bescherming hierin ook van iemand anders die jaloers is op ons. Daar zoeken we ook onze bescherming voor bij Allah. Want diegene kan ons ook met al die slechtheden treffen. Zoals bijvoorbeeld ruzie maken of slaan. Of een boos oog geven, waardoor wij ongeluk krijgen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus zoeken we onze toevlucht bij deze prachtige en krachtige verzen van Allah. Deze Surat al-Falaq en Surat An-Nas zijn allebei een hele goede bescherming. Om te gebruiken, om je te beschermen tegen de slechtheden van binnen in je, maar ook te beschermen van de slechtheden van buiten. Dus onthoud deze Suras allebei heel goed en gebruik ze. Het liefst iedere dag. Dan gaan we volgende week lieve kinderen, inshallah, over op de laatste ramadan uitzending. En daarin gaan we inshallah surat al-Ikhlas uitleggen. Dus ik zie jullie inshallah volgende week weer voor het laatst in de Ramadan-uitzendingen. Assalamu alaikum.